En die International Business School Americas Europe, IBSAE, heeft gisteren certificaten uitgereikt aan studenten die het eerste semester van de opleidingen Management in de Zorg en de Agrarische Opleiding hebben afgerond. IBSAE is een opleidingsinstituut dat reeds 6 jaren in Suriname opereert en als doel heeft MBA, PhD en andere opleidingen aan te bieden in Suriname, het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Volgens Glenn Reysel, directeur van IBSAE, kunnen de studenten die gisteren hun deelcertificaat in ontvangst hebben genomen, de studie in 2 jaar afronden in Suriname of in Nederland. Certificaat voor het eerste semester. Ik heb de eer, en dit vind ik echt bijzonder dat ik de eer heb, om jou als eerste een certificaat te mogen overhandigen van deze geweldige opleiding. Dit is een begin. Ik denk aan dat je die stimulans krijgt, zoals het net gezegd is, om het derde en straks ook het vierde semester af te ronden en we met je ook door te gaan met deze opleiding. De eerste certificaat, ik wil vragen meneer Kerswiel, als u eerste certificaat wil uitreiken aan. U bent de eerste die een certificaat krijgt van de agrarische school. Ik wil nog wat zeggen. Ik wil aangeven dat studenten die hier komen studeren en na je opleiding bij een van ons af. Deze mevrouw, die in het Nederlands MOB volgens mij, in de verre gestudeerde, voor de master volgens mij, in de afronde fase. Dus dat wil zeggen dat deze mevrouw in de toekomst ook op de opleiding wordt ingezet. Omdat het proces is doorlopen, hoe precies wat we van de docenten verwachten, zodat ze de nieuwe studenten verder kunnen begeleiden. Dus bij deze, u krijgt een certificaat, en weet dat ze hem verder. Dank u wel. Aldus een fragment van de certificaatuitreiking van de International Business School Americas Europe, IBSAE. De uitreiking vond plaats in het gebouw van de IBSAE en wel aan de Floralaan.